Hallo Omroep Brabant, welkom bij Team Bax. Dit moet het seizoen worden van HM Bax. De zijspancrosser bouwde deze winter een enorme teambus. Want comfort leidt tot betere resultaten. We gaan er dit jaar alles aan doen. We hebben er zo hard voor gewerkt en we hebben al 2 jaar op rij pech gehad. Zowel motorpech als blessureleed. Ik denk dat we toch maar, we moeten het gewoon een keer waarmaken. En dat waarmaken kan vandaag meteen beginnen bij het Open NK in Lochem. Bax is favoriet voor de eindzegen en maakt dat bij de start van de eerste match meteen waar. De zijspancrosser is samen met zijn bakkenist Casper Stupelis als beste weg en geeft die voorsprong niet meer af. Niemand komt in de buurt van HM Bax. Hij finisht de eerste rit als nummer 1. We hebben nu inderdaad gewonnen, ja, maar niet vol overtuiging. Het had beter gekund. We weten dat er meer in zit. En ja, het kan beter. Een ontevreden HM Bax pakt ook in de tweede manche meteen de leiding. De Bergeikenaar schiet al snel uit het zicht van de concurrentie. Het is duidelijk, hier rijdt de winnaar van het Open NK in Lochem. Voor HM Bax een superstart van een seizoen waarin hij wereldkampioen wil worden. We hebben een mooie dag gehad, we hebben 2 keer kunnen winnen en we hebben gehaald waar we voor gekomen zijn. Vandaag gewonnen en nu die wereldbeker titel mee naar Bergeiken. We gaan ons best doen, er is nog een lange weg te gaan. Maar we zijn volle bak bezig en we geven nooit op, dus we gaan ervoor. Gaat lukken. Gaat lukken weten we niet, maar we gaan er alles aan doen.